Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik ben nog steeds met Joost, hè, en we zijn hier op het Kralingse Bos. We gaan nog eventjes wandelen hier ook en eens even kijken. Ik zag onderweg, een weg die afgesloten was. Dat zal denk ik wel alles te maken hebben met de storm van de afgelopen periode. We zagen ook heel veel dingen wat omgevallen is. Bijvoorbeeld hier ook. Dat is ook allemaal omgevallen allemaal. Ja, dit is een oud tent. Hè? Deze zijn oud. Ja, deze zijn oude. Moet kijken hoe hol. Ze zeggen wel eens holle bomen, moet je kijken. Gewoon helemaal naar binnen. Zie je? Jee, zeg hé. Over holle bomen gesproken. Zo. Jeetje, zeg hé. Dus nou, daar staat mijn autootje. Dus we gaan even lekker wandelen hier. Nou, dat is wel een hoop kapot hoor, door de storm. Deze is wel vast omgevallen. Ja. Die is wel omgedonderd. Er zijn allemaal stukjes ervan gemaakt. Zo ook bedrijf, hoe heet dat? GHB, ja, weet ik hoe dat heet. Ja. Ik weet niet meer precies hoe het. Maar in ieder geval is een groen bedrijf. Die is hier ook bezig om alles weer een beetje op te ruimen en een beetje te repareren wat omgevallen is. Want er zijn natuurlijk ook wel een hele hoop dingen. Zijn er omgewaaid en ook bomen omgevallen. En ook bomen omgevallen die Kijk eens, hier is het nog erger. Aan deze kant is het eigenlijk nog erger eigenlijk. Hier is echt helemaal helemaal niks meer van over. Dus ja, we lopen maar even een rondje hier over. Hè. Ik wil ook dit jaar toch ook wel weer een keer, nog een keer naar de Veluwe weer terug, hè? Ja. Waar we altijd ons vaste stekje hier staat. Vind ik zo mooi daar zo. De laatste keer dat we daar waren was vorig jaar met Ger en Ricardo en met Kevin. Ja. Toen waren ze nog verkeerd gereden. Waren we nog verkeerd gereden. In ieder geval waren ze kwijt. Ja, klopt. Toen waren ze kwijt en toen... Toen hadden hun meer omgeleid dan ook. Ja. Dat weet ik wel. Ja. Dus, het is ook best wel druk hier, hoor. Ja. Het is druk in het bos. Er zijn ook echt een heleboel dingen zijn er allemaal omgevallen, hoor. Jeetje. Zo, ja. Dus gewoon van die ene boom af gewaaid. Zo. Ja, aardig van schade. Ja. Hier ook, hè. Kijk, heel die stam er helemaal bijna half af. Ja. Dus, ja. Ja, het is aardig. Toch is hier ook aardig wat schade van de storm. Ik dacht dat het alleen maar een beetje op ons eiland een beetje erg was, maar. Het heeft hier druk wel aardig zwaar. Het heeft hier druk wel aardig gespookt hier ook. Dus. Ja. Nou, hier ook. Ik weet niet of dat dit nou ook. Dat is allemaal oud. Ja, dat. Nee, maar die bomen daar. Nee, de bovenkanten zijn weg. Dat hebben ze gewoon afgezaagd. Ja, hè. Dus. Ja. Toch is dat Kralingse Bos, dus het is ook aardig een aardig rotzootje hoor. Hey. Ja, dit is allemaal oud hout allemaal. Het is al van die komen die. Volgens mij hebben ze er ook gewoon een heleboel. Hebben ze in de winter gewoon kort gezet. Ja. Om op te ruimen. Ik denk nou niet dat echt dat alles echt. Dit ook. Kijk,
Dat ligt er al de hele tijd al. En die zou nog wel kunnen, kijk. Ja, ja, die wel. Die wel. Dat die heel lang zo. Wel meer mossel. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze, ja, die in ieder geval niet, want die is gewoon afgescheurd, dat zie je. Ja. Maar volgens mij hebben ze ook gewoon een hele hoop, zijn ze aan het korte zetten gedaan, hebben ze gedaan. Dat doen wij ook op ons werk, hè. Ja. Dus, bomen, ja, in bossen. Ja. En dan, ja, dingen kort zetten. Ja, toch goed. En zo. Dus ja. De goede laten staan en, Ja. En dit vind ik wel echt heel erg apart, al die toppen erop, hè. Dat je echt alleen maar van die stelen krijgt, vind ik wel echt bizar. Ja. Ja, misschien was het zo gevaarlijk dat ze... Ja. Nou, hier ga je weer terug een beetje naar de... Gewoon naar de bewoonde wereld. Dus kijk nou hier, deze ook, hier ook. Is het ook helemaal afgezet, helemaal. Is gewoon afgesloten. Nou, en hier ook, kijk eens, hij. Zo. Kijk eens. Dat is een flinke. Dat is een flinke hoor, hij. Jeetje. Ja. Ja, dat was een flinke knoepert. Dus ja, ook hier in het Kralense Bos is er al aardig wat omgevallen. Ja. Dus ik vond het wel even leuk om hier even een beetje doorheen te lopen en even kijken. Of dat je... Ja, ik wist nou niet echt de locatie en ik had zoiets van nou, weet je wat? Ik denk dat ik hier al 3 jaar niet meer geweest ben of zo. Dus ik denk nou, misschien wel even leuk om nog eventjes een rondje Kralense Bos te doen. Dus misschien ook wel even leuk om dat even te filmen. Want we zijn natuurlijk nu ja, pas de storm gehad. Ja, dat is wel leuk. Om even te kijken van... Nou, normaal kon je hier dan weer teruglopen, maar dat gaat nou niet. Ja, volgens mij ook, want ja, hier is het ook weer de bewoonde wereld. Ja, moet je weer op die ene weg. En hier heb je het, is het zeg maar helemaal afgesloten helemaal. Je kan je verder niet meer heen. Dus we kunnen beter denk teruglopen. En dan gaan we weer, ja, daar ligt er trouwens nog eentje daar. Kijk, ja, zie je, het is dat ook helemaal, helemaal krom. Helemaal. Ja. Dan kijk, een bladen er in die dingen zitten. Hey. Zo. Heet draaien. Ja, of niet heet draaien. Ja, we konden niet opkomen. Heet draaien, ja. Helemaal onder de heet draaien, zeg. Ja, dus ja. Ja, ik vond het wel even leuk om nog even hier een vlogje op te nemen. Dan gaan we dadelijk weer richting huis, dadelijk ook weer. Ja. Ik weet niet hoe laat het al is. Ik hoor wel aardig laat, zeker alweer. Ja, kijk eens. Ja, pas 3 uur geweest. 3 uur? Ja. Zo. Kun je nagaan. Dus ja, vond ik wel even leuk om even hier nog even een blokje te doen. Ja, het is eigenlijk weer wachten tot de kermissen er weer zijn, hè. Dan kunnen we weer kermissen gaan filmen. Vind ik eigenlijk veel leuker. En dan binnenkort heb je die in Brielen. Ja, ja, maart was die volgende week Rotterdam, hè. Ja. Volgende week gaan we naar Rotterdam, naar de kermis. Dan hebben we alweer de eerste kermis van 2022, ja, hebben we... Dat wordt de kermis in Rotterdam, wordt dat. Daar gaan we ook weer naartoe. Dan rijden we met Ger mee. Ik ga het, in dat jij en ik met Ger mee rijden. Ja. Ja. Ik had al tegen hem gezegd van ik wil met Ger, ik wil met je mee rijden. Dus ja, hier, ik weet niet wat ze hier geplaatst hebben. Vonden ze het misschien leuk of zo. Moet kijken. Ja. 3 van die kersten. Ja, doe het wel. Beetje van die dennenboopjes. Ja, maar die laatste toch goed, ja. Kan ook expres. Ja. Want daar heb je het ook. Nee, een vogelhuisje.
Ja. Vleermuis. Oh, vleermuizen, ja. Oh ja, verdomd, ja. Er staat een vleermuis op. Ja. Vleermuis dingetje. Ja. Ja. Dus, ik vond het wel even leuk. Even lekker de bos in. Ja. IVM. IVN. Hier ook weer zo'n vleermuis dingetje. Ja. Zie je? Ja, dat is wel een andere. Ja, dat is weer een andere, hè. Ik weet niet wat dat is, maar... Dat is ook... Ja. Ja. Nou, toch wel aardig wat schade hier ook, jongens. Ja. Ja, en toch wel... Maar ik weet nou niet of dat het nou bij ons harder is geweest dan hier. Ik heb zo'n gevoel dat het bij ons op het eiland, dat het daar harder gestormd heeft dan hier. Hij spijt net op het flink huis gehouden. Ja. Maar ik ben ook nog niet in bij de Kokjes Water of zo geweest, hoor. Nee. In die bossen. Nee. Dus ja. Ja, dat schijnt wel een heel stuk van Kokjes Water weg te wezen. Ja, bij de Kokstrand. Ja, die is helemaal weggeslagen. Ja. Door de wind. Dus ja. Ja, dat wel, maar wordt verder dan dit. Ja, morgen doe ik even rustig aan. Morgen ga ik even denken, waarschijnlijk niet vloggen. Ik heb nog lekker rustig aan doen. Ja, zondag is altijd mijn tegenwoordig is zondag. Ja, zondag is mijn voetbaldagje. Ja. Dan ga ik altijd lekker voetballen kijken. Ik heb nou natuurlijk kassie van ESPN heb ik. Dat vind ik altijd lekker om eventjes lekker ESPN te kijken, lekker voetballen kijken zondag. En dan ga ik de deur niet uit. Ja, op de andere dag moet ik weer werken. Ja. Dus zondag is tegenwoordig altijd mijn rustdag. Vroeger was zaterdag altijd mijn rustdag. Maar tegenwoordig doe ik dat altijd lekker op zondag. Dan kan ik lekker voetballen kijken en een beetje ouwe hoeren. Ja. Dus hier hebben ze wel een heel mooi... Ja. Ja, als je een kachel hebt, dan kan je hier uitleven. Ja. Kijk. Ja, dat is ook genoeg brand. Meenemen. Ja, genoeg brandhout hoor. Ja. Hey. Genoeg brandhout. Ja. Hier kan je wel een paar winters lekker verstoken. Zo, ja. Dus, ja. Ja, ik vond het wel eventjes. Ik vond het wel even leuk om even naar een tweede locatie te gaan. Ik ga dadelijk weer lekker Minecraft spelen, daar heb ik echt zin in. Minecraft. Ja, en natuurlijk het nieuwe spel. Hè. Als het goed is, hebben jullie al de eerste aflevering al. Ja, als ik er niet te moe ben. Want ik wou eigenlijk, het is vandaag zaterdag. Oh, het is vandaag zaterdag. Eigenlijk zou ik gisteren al een vlog online zetten. Maar ik was gisteravond zo moe. Ik had geen zin om om er een online te zetten. Ik denk, nou dat doe ik morgen wel. Dus vandaag komt er weer een nieuwe vlog als het goed is. En dan heb ik er nog eentje, heb ik er dan nog. En dan heb ik die twee vlogs die ik dan vandaag heb opgenomen. Dus nou, dan zijn we alweer een stuk of vier vlogs verder. Dus. Ja, ik ben bijna een week. Ja, ben je ook alweer bijna een week rond. Dus. Ja. Ik denk dat ze met zin hebben gedaan hoor. Ja, het zal wel ergens een reden. Het zal wel ergens een reden voor hebben of zo dat ze die kerstbomen neer hebben gezet, maar er staan allemaal kerstbomen hier ook. Ja. Dus. Ja. Allemaal stoel, allemaal. Hier ook weer zo'n vleermuis ding. Heb je weer dus. Ja. Nou, dat was wel weer even een leuk vlogje. Ja. En nog eventjes een vlogje opnemen. Misschien ga ik vanavond wel weer online met GTA. Ja, daar is Joost weer niet bij, want hij heeft geen kaart. Nee. Hij heeft hem zelfs weggedaan volgens mij, hè? Nee, ik wou nog... Ja, ik geef hem aan mijn broer, zeg maar. Die, ja, hij geeft hem aan zijn broer. Voor zijn neefjes. Dus... maar je hebt hem nog wel. Ja, ik heb geen plus. Ja, je hebt geen plus, hè? Nou... Ja. Doe vanavond even, koop vanavond even een kaart, kan je weer lekker plus, kan je weer lekker met ons spelen.
Ja, dan heb ik nog een probleem. Nou? Volgens mij die controller deed niet zo goed. Oh jee, zijn controller is kapot. Oh jee. Kom maar op de PC. Ja, kom maar op de PC, ja. Ja, niet meer op Meerdam. Meerdam is trouwens voorbij, hè? Het einde van Meerdam. Ik heb het niet meer verlengd. Dus die server die bestaat niet meer. Ja. Dat is afgelopen. Ja, het werd gewoon te weinig bezocht om echt een server te maken. Ik ga hem heel even neerleggen. En dan nemen we de outro even op in de auto. Dus ik ben inmiddels alweer bij mijn auto. Dus ik ga hem eventjes neerleggen. Tot zo. Nou, we zitten weer inmiddels in de auto. Ja, ik wou zeggen, we hadden het over Meerdam. Hadden we het over. Ja, maar daar zijn we mee gestopt. Ja. Ja. Dus, Meerdam was niet echt. Tot te weinig op. Ja, wij zaten er zelf te weinig op. Er waren te weinig bezoekers. Er waren echt weken bij dat gewoon 3 weken, 4 weken, 5 weken dat er niemand opkwam. Dus ja. En als je te weinig bezoekers krijgt. Ja, dat is gewoon zonde. Ja. Is gewoon zonde. Kan je beter mijn tijd kan ik in andere dingen steken. Dus dan kan ik gewoon beter zeggen van joh, we gaan andere spelletjes doen of weet ik veel wat of zo. Dus helaas. Helaas, Meerdam is dood, jongens. Meerdam is dood. Ja. Ik wil nog wel een andere server gaan maken. Maar dat is. Je kan dus. Een server kan je kopen. Maar je kan ook een server op je computer zetten. Maar alleen het eerste nadeel daarvan is dat als je computer uitzet. Dan kunnen de andere mensen ook niet op de server. Ja. Dus dat wil ik misschien nog gaan maken. Want ik wil nog wel even. Ik vind het altijd wel leuk om te schieten en dingen kapot maken en zo. Ja, een beetje lekker rauzen in het spel. Ja. Dus dat gaan we misschien nog doen. Maar voorlopig, ik heb pas alleen weer. Natuurlijk weer houseflippen erbij gekocht. Als het goed is, is er al een deel uitgekomen. Als jullie deze video zien. Dus dat is ook wel leuk, eventjes lekker huisflipperen. Ja, dus, iets anders. Ja, is weer eens een keer wat anders. Dus is wel leuk. Ja. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer ook op Teampark ID. En ga nou eens eindelijk een keer uploaden. Want het is al bijna als je nog heel even wacht, dan is de laatste video 2 jaar geleden. Ja, die was in maart volgens mij. Ja, dus ga nou weer eens een keertje eventjes, ga nou weer een keertje even uploaden. Nou, hij nog hele video's hebt hij nog, dus de eerste komende tijd zal je alleen maar video's krijgen die, die al eerder opgenomen zijn. Je hebt echt nog een hoop videomateriaal, heb je de helft weggegooid van het videomateriaal wat je gemaakt hebt. Nee, niet alles. Niet alles. Niet alles heb ik weggegooid. Dus in ieder geval, ik heb het tegen hem gezegd. Ik zeg het elke keer tegen hem van joh, upload nou. Er komt elke keer weer niks van. Dus binnenkort heb ik de kermis weer. Dus dat is wel leuk als je weer de kermis volgens online kan zetten. Dat is wel leuk. Dus. Nou jongens, groetjes van deze kant. Abonneer dus. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte trouwens als er weer een nieuwe video of livestream is. Like deze video, like andere video's. En steun mij. Stuur naar iedereen op. Stuur iedereen de link even van dit YouTube kanaal. Zou ik ontzettend leuk vinden. Ja, zou ik ontzettend tof vinden. En spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi. Hoi.